Oké, Ashwin Brouwer is een nieuw weblog begonnen over Office 365 in het MBO. En hij blogt daar niet alleen, maar hij laat ook andere edubloggers blogposts plaatsen. Hier zie je de twee van Annette Smit. Nou, een geweldig mooi initiatief. En dat wil ik graag steunen door ook even wat te doen. Ik heb een willekeurig stukje tekst en dat heb ik even geplakt in Word Online. En let op, wat ik nu ga laten zien, werkt ook in Word 2016. En misschien weten jullie het al. Ik ga naar Beeld toe en ik klik op Insluitende Lezer. En kijk nu wat er gebeurt. Ik krijg dezelfde tekst te zien als die ik in dat document heb staan. Maar ik kan daar een paar dingen mee doen. Ik kan de lettertypes vergroten en verkleinen. Ik kan ook kiezen voor een ander lettertype. Ik kan een ander thema aanzetten. Ja, nu zie ik daar niet direct het voordeel van in, maar goed, het is een optie. Maar er is nog meer mogelijk, want ik kan ook de lettergrepen aan of uitzetten. En dan zie je dat Office goed opgedeeld wordt in de juiste lettergrepen. Dit is niet beschikbaar in het Nederlands, maar hier heb ik nog een optie, namelijk de regelfocus. Wil ik me focussen op één regel, op een klein stukje tekst of op alle tekst? Nou, ik laat dit op alle tekst staan. Dat was deze, dacht ik. Oh nee, ik zet hem gewoon uit nu even. En nu ga ik in feite laten zien waar het om gaat, want ik ga klikken op deze afspelen knop. En let op wat er dan gebeurt. Office 365 in het MBO. Office 365 wordt op steeds meer scholen gebruikt als online leeromgeving of aanvulling op die leeromgeving. Office 365 is namelijk ondertussen meer dan enkel Word, PowerPoint en Excel. Op deze... Nou, ik stop hem even, maar je kunt je voorstellen dat dit in het onderwijs een hele handige feature kan zijn. Denk bij onderwijs aan anderstaligen, maar misschien ook op andere fronten kan dit heel goed van pas komen. En dit heet, ik ga even terug naar de gewone Word-versie, dit heet insluitende lezer. En in dit geval heb ik het laten zien in Word Online. Bedankt voor het kijken. Ja, en weet je wat nu zo leuk is aan deze screencast? Die maak ik op een Chromebookje. Want ook op een Chromebook kun je prima werken met Office 365.